Hallo allemaal, vandaag hadden we stage dag 1. En stage dag 1 begon in het Girls Home. We mochten met een huisgenootje van ons mee. Dat is een safe huis voor meiden. Dus daar hebben we een programma gedraaid. Hebben we daar wat Engels met ze gedaan. We hebben wat wiskunde met ze gedaan. Dat is eigenlijk vooral eenvoudige reeks sommen. Daar hebben wij ook een stukje van genomen, was echt leuk. We hadden allemaal van die kaartjes. En dan moesten ze, las ik die op en dan moesten hun het antwoord opschrijven. En uiteindelijk gingen we dan met z'n allen het antwoord roepen. Dus dat vonden ze ook wel heel leuk. En ja, het was vooral de instelling van die meiden die ik echt heel bijzonder vond. Ze hebben allemaal natuurlijk super veel meegemaakt. Want ze zitten daar om een reden achter allemaal hekken. Maar ze waren heel open, heel vriendelijk in hun contact. Dus echt, ja, gewoon heel anders dan ik had verwacht. Dus dat was een hele leuke ochtend. En toen gingen we door naar het middagprogramma. En het middagprogramma zou een nursery school worden. En we hadden gehoord van ja, kinderen van 3 tot 6 jaar ongeveer. En ik kan niet zo goed Engels, dus vandaar dat we er 's ochtends heen gaan. En we zijn naar het adres gelopen, moesten dus lopen. Door de stad, ook voor het eerst. In ons eentje. En we komen daar aan en we zien daar allemaal mensen van onze leeftijd in allemaal dokterspakjes. We dachten echt, nursery school 3 tot 6, het gaat helemaal mis. Dus goed, ja, wij die mensen aangesproken en die zeiden ja, nee, it's alright, the teacher is coming. Was het dus een Engelse les die we gingen bijwonen. Maar de student had voor ons aardig 2 stoeltjes neergezet en het was natuurlijk gewoon naapjes kijken. Want ja, wij zien er heel anders uit dan hun en het was veel gelachen, veel... Dus bijzonder om mee te maken, erg ongemakkelijk vooral. Ja, erg ongemakkelijk. En toen werd het dus nog leuker, toen kwam de docent naar ons toe, super aardig man trouwens, echt heel aardig. En echt, ja, personal space kennen ze hier niet. Want die man die gaat gelijk helemaal over je hangen. En echt ongeveer in jouw ruimte zitten. Dus een beetje bijzonder om mee te maken wel. En uiteindelijk zei hij dus, ja, jullie moeten je zo even gaan voorstellen. Dus ik kwam met Viva al, ga je alsjeblieft eerst. Ik vind het best wel spannend, zo'n hele klas vol 30 mensen in het Engels. Dus nou ja, is goed, doen we. En die man zegt, Anouk, wil jij even als eerst je verhaaltje doen? Ja, dus het komt ook niet anders. Dus goed, moesten al die studenten 1 voor 1 opstaan, moesten ze een vraag aan mij gaan stellen. Echt van mijn favoriete eten tot mijn favoriete persoon, naar ook al landen waar ik in gereisd had. En ja, het ging echt wel heel ver. Maar goed, een hele leuke dag wel bij die studenten. Ze waren echt wel heel aardig. En omdat het een Engelse les was, konden we het wel goed begrijpen. Dus daar gaan we donderdag gaan we daar weer heen. En die man was echt vooral heel vriendelijk. En die zei, oh, je kunt zoveel van mij leren en ik zoveel van jullie. Dus ja, positieve stagedag wel eigenlijk. Hallo allemaal, hier een vlog over mijn stagedag 2. Sorry voor mijn haar trouwens, het is nog beachy. We komen net van stand. We hebben vanmorgen gewerkt en we zijn naar een international school geweest. Dus een school waar ze Engels geven. Alle vakken zijn in het Engels, zodat de kinderen ja, internationaal meer kansen krijgen. Zoiets denk ik. Het zijn ook gewoon vooral lokale kinderen die erop zitten. Maar dat was een bijzondere ervaring. We kwamen eraan, we hadden geen idee. Ergens moesten melden of bij wie we moesten zijn. Dus gelukkig was onze huisbaas was mee. We hadden eerst een gesprek met de principal en daarna heeft de vice principal ons ja, soort van rondgeleid. En we kwamen uiteindelijk bij 2 Engelsdocenten uit, allebei echt heel aardig. Dus ik ben met de ene meegegaan in het begin, Viva met de andere. En daarna werd ik dus gewoon gedropt in de klas bij een docent. En dat was Matt, dus wiskundeles. Ja, dat was echt bizar. Gummen door de klas. Kinderen die vielen van stoelen, er werden waterflessen werden omgegooid. Iedereen rende naar de wc wanneer ze vielen en hadden echt chaotisch. En toen daarna ben ik dus naar een volgende klas gegaan. En dat was, even nadenken, dat was een religions les. Ja, dus daar gingen ze vertellen over het boeddhisme, moesten ze over leren. En dat was heel bijzonder, want ik werd in die klas gedropt zonder dat die docent het überhaupt wist. En uiteindelijk kwam ze even naar me toe en gevraagd of ik de les bij mocht wonen. Dat vond ze oké. Ze wilde graag even mijn naam weten. En ik ben achter in de klas gaan zitten voor ongeveer een uur. Wat ik niet kon verstaan. En het ging over allerlei dingen van het boeddhisme. Wel interessant hoor. Maar ja, het is een klaslokaal, het is open. Dus je hebt zoveel lawaai. Want die kinderen die schreeuwen dus het antwoord. Als ze het antwoord weten, mogen ze dat allemaal door elkaar schreeuwen. En dan schreeuwt de docent daar ook nog overheen. Dat gaat dus zo bij elke vraag. Want ze schrijven het op het bord. En dan als je het antwoord weet, dan schreeuw je dat zeg maar naar de docenten. Ja, wat wel heel bijzonder was, is dat kinderen dus op moeten staan. Ze moeten opstaan als ze de docent wat willen vertellen. En elke klas waar je binnenkomt, dus kinderen hebben zeg maar 1 vast lokaal. En daar komen de docenten constant een andere les geven. Ze hebben 8 lessen per dag. En als er dan een docent komt, dan moeten die kinderen dus op gaan staan. En dan moeten ze een heel versje opdreunen. Hello teacher, nice to meet you teacher, see you tomorrow teacher. Dus dat is wel heel grappig om mee te maken. Ah, mijn leukste moment was denk ik wel dat ik voor de klas stond samen met de Engels docent. En dat de kinderen allerlei vragen aan mij mochten stellen. En het waren kinderen van
was maar 8, 9 jaar oud. En ze hadden echt zulke leuke vragen. Dus dat was echt wel heel leuk. En op een uur zei de docent, ja, ik ben even weg. Toen dacht ik, oké, nee, prima. Het gaat best wel goed hier. En die kinderen vinden het leuk en ik vind het leuk. Maar het moet niet te lang duren. Dus uiteindelijk hebben we de dag afgesloten met een gesprekje met haar. En gaan we dan morgen weer naartoe. Dus ik ben heel benieuwd. Morgen gaan we naar de jongere kinderen. En ze vertelde vooral, ja, er kan echt heel veel veranderd worden. Daar zijn ze aan het schreeuwen tegen de kinderen. En het is één chaos. En ze had het idee dat er niet zoveel werd geleerd. Dus ze had dan ons de vraag van, hoe kan je wat spelletjes met de kinderen doen? Of wat liedjes leren? Dus we gaan het morgen bekijken. Hallo allemaal. Vandaag hadden we stage dag 3. En we zijn in de sari. Ik heb een heel leuk filmpje van dat we de sari aan hebben. De chenille jurk zijn we dus naar die school gegaan. En het was het idee van onze stagebegeleider om de docenten daar te verrassen. En ze waren zo verrast. Want iedereen zei, oh, you're so beautiful in sari. Dus dat was echt wel heel leuk. Maar ja, mijn dag begon niet zo leuk. Ik had gisteravond heel veel last van mijn buik. En vannacht ook heel veel last van mijn buik. Dus vanmorgen geprobeerd een banaantje te eten. En gelijk mijn hele voorraad, pillen erin gegooid. ORS, Imodiums, paracetamols en naar het project. Dus ja, ik voelde me daar vandaag echt totaal niet op mijn gemak, want de wc is daar echt een ramp. Stagedag was op zich wel leuk. Ik begon, gelukkig begonnen we beter dan gisteren. Samen met Vivian werden we opgehaald door de Engels docent die ons, ja, volgens mij een soort van begeleid of zo. En we werden samen naar haar klas gebracht en die kindjes kende ik allemaal al, echt hele totjes. Dus, oh, Anouk, teacher Anouk. En dan al die hondjes, ah. Dat was echt heel cute. Dus het was een beter begin van de dag. En toen zat ik bij een mathles. Bij een science les. En wat ik daar allemaal zag, ik ben wel een beetje van geschrokken. Want die docent die slaat dus gewoon kinderen. Ik heb gewoon gezien dat ze, denk ik, een keer of 8 gewoon die kinderen heeft geslagen. Dus ja, dat is wel heftig. En twee jongetjes die, ja, volgens haar hebben die zich misdragen, die moesten dus gewoon de halve les blijven staan. En die kregen echt een serieuze tik met haar pen volgens mij op hun hoofd. En dat hoorde ik gewoon achter in de klas. Dus ja, ik heb maar even weggekeken en... Ja, het is natuurlijk niet aan mij om daar wat van te zeggen, maar ik vond er natuurlijk wel wat van. En de laatste les, toen werden we meegenomen door de Engels docent naar het soort van lunchruimtetje van de docenten. Dus wij zaten daar tussen, denk ik, echt 30, 35 docenten. Veel te krappe ruimte. Kregen we een kopje thee en een beetje gepraat met die docenten. En toen daarna gingen we naar de jonge kinderen, de kinderen van 5 jaar. En ze was gelukkig met ons meegelopen, de Engels docent, om even te vertellen wat we daar gingen doen. En uiteindelijk werd dat weer heel veel verwarring. En iedereen wil je helpen, maar heeft geen idee. En uiteindelijk heb ik dus weer voor de klas gestaan samen met Vief. En hadden we gelukkig een boek hier meegenomen met het alfabet erin. En allerlei verhaaltjes. En de E is van Apple, de B is van Bal. Dus dat hebben we op bord gedaan met die kinderen. En ze vonden het wel heel leuk. En we hebben ze nog het liedje hoofd, schouder, knie en teen geleerd. Echt het zweet over mijn rug. Maar die kinderen hadden wel echt heel veel lol. En toen was het dus middag, toen waren we klaar met het project en toen echt, ik kookte helemaal in. Ik ben niet meer van mijn bed gekomen, dus de hele middag op bed gelegen. Nog een leuk beetje vandaag. Ik stond dus onder de douche en je denkt, het is gewoon heel normaal, je gaat gewoon douchen. En nee, dan komt er gewoon water uit de kraan. Nou, ik was dus hier halverwege, mijn haar in de shampoo, crème spoeling. En er komt gewoon geen water meer uit. Ik draai gewoon de kraan open en nog een keer dicht en het water is gewoon op. Dus ja, ik Vief geroepen van help, wat moet ik nou doen? Ze zei, ja, we hebben nog wel een fles water. Dus nou ja, gelukkig met een fles water dan de shampoo een beetje uit mijn haar kunnen spoelen. En ja, weer een heel avontuur. Dus stagedag 3 was niet echt mijn dag. Hallo, vandaag weer een vlogje. We zijn vandaag naar een ander project geweest, de Boys School. I'm wearing a sari. Zo, helemaal over je schouder. Het is dus echt 6 meter aan stof. Echt super heet, maar wel echt, ja, echt heel mooi. Helemaal zo'n lange rok naar beneden. Dat is echt wel heel cool. En we waren dus op een boys school. Het zijn dus alleen maar jongens. En echt, er zitten dus 5000 leerlingen op die school. Dus dat is echt superveel. En volle klasse. We hebben op zich ontvangst prima. We werden ontvangen door 2 Engels docenten. En die hebben ons eigenlijk de hele dag begeleid. We hebben heel snel gezegd, nou, vandaag willen we niet voor de klas. We willen eerst zien hoe jullie lesgeven. En dat snapten ze wel. Dat vonden ze wel oké. Dus dat was heel fijn. Dus we hebben lessen bijgewoond en we hebben daar dus eten gekregen. Ze zeiden, ja, heb je dit al geproefd? Al die egghoppers en spring rolls en dat soort dingen. Zeiden, no, we didn't try that. Hadden we niet moeten zeggen, want ze hebben dus ons helemaal volgestopt met eten. Dan zeiden we dat we iets lekker vonden en dan kregen we dus weer 2 van die porties erbij. Dus we hebben echt, volgens mij 6 porties eten of zo gehad. En mijn buik is echt nog niet oké, dus ik was echt heel bang dat ik niks ging binnenhouden, maar...
ja, het is op zich allemaal gelukt. Oké, ik was dus nog niet klaar met mijn vlog van morgen over de boys school. Maar ik had het dus zo heet in de sari. Het was echt zeg maar zo heet dat gewoon het zweet langs mijn benen liep. Dus ja, ik moest echt even stoppen. Maar op een gegeven moment waren we dus in die boys school. En toen zeiden ze, ja, jullie gaan Engels geven en in spreken. Dat wisten we al. Dat werden dus oudere kinderen. Nou ja, oké, prima. Oudere kinderen vinden we oké. Maar toen zeiden ze dus, ja, we hebben een heel leuk lokaal. Daar kunnen jullie ze les geven. Daar kunnen 200 à 300 studenten in. Dus daar kunnen jullie dan de spreekvaardigheid aan geven. En ik keek Viva aan en we dachten, nee, never nooit niet dat wij dus 200 à 300 studenten gewoon in één keer Engelse spreekvaardigheid gaan kunnen leren. Dus wij gelijk uitgelegd van, nou, spreekvaardigheid moet echt in kleine groepjes. Dat kan echt niet met, oh, er ontploft hier even wat. Ja, ze hebben hier een hobby. Die is afval verbranden. Dus ik denk dat er ergens weer een hoop is waar weer een fles of zo in de fik vliegt. Maar goed. Dus ja, we hebben er dus gewoon voor gezorgd dat we dus kleinere groepjes hebben. En uiteindelijk zijn we dus tot de conclusie gekomen. Oké, we doen dan wel één klas. We hebben aangegeven, dat doen we dan met z'n tweeën. Zodat we eventueel die groep nog kunnen opdelen en activiteiten kunnen doen. Voor die kindjes, oh, mochten nog een les bijwonen, een Engelse les. Die waren zo aandoenlijk. Echt al die bruine oogjes. En ze moesten leren over hun leeftijd. En dan gingen ze allemaal vragen, teacher, how old are you? Maar ze waren 30 jongetjes en die kwamen echt allemaal één voor één kwamen ze vragen hoe oud wij waren. Dus dat was wel echt, was echt heel aandoenlijk. Ja, en toen zijn we vanmiddag zijn we naar een ander project geweest. Naar de nursery school. Dus dat waren we vorige keer ook. En het was wel leuk, want we kwamen in het lokaal en een paar meiden kwamen naar ons toe van, oh, there is a birthday party, we need your help. Zijn aan de hand, maar die docent was blijkbaar jarig. En hadden dus al zijn studenten hadden met ballonnen en slingers en confetti en hadden taarten zo voor hem gekocht. Dus het was echt wel heel leuk. Dus ze hebben geholpen met versieren en studenten kwamen veel meer los. Het was leuk dat ze ons ook meevroegen en uiteindelijk wilden ze dus allemaal foto's met ons maken. We waren een hele toeristische attractie. En die meiden gaan echt zo helemaal om je heen hangen en ja, wel echt heel leuk. En toen daarna nog een klein stukje les. Maar die birthday party was dus echt heel bijzonder. Hij geeft zijn studenten, geeft hij dus een hap van die taart. Echt heel vreemd. Dus ik dacht, zie je dit nou goed, weet je wel. En toen ging hij dus naar Viv toe en die duwt zo die taart in haar gezicht. Dus Viv, ja, hapt in die taart. En ik zie dat en ik denk, wow, shit. Ik wil niet dat die taart in mijn gezicht belandt. Dus ik pak het wel met mijn handen. Dus voordat ik het door had, had ik dus met mijn handen dat stuk taart gepakt. En toen dacht ik, oh shit, misschien had ik ook wel gewoon moeten happen. Is dit gewoon een traditie? Ja, dat was dus precies het geval. Dat was de traditie. Dus ik deed echt helemaal mis. En ik hoop dat die man niet beledigd is. Want daarna gingen dus al die andere 30 studenten van datzelfde stuk taart happen. Ja, dus het was heel bijzonder om een verjaardag mee te maken. En die man ging uiteindelijk ook heel zijn levensverhaal en levensadvies van 53 jaar ging die vertellen. Dus heel bijzonder om een verjaardagsfeestje mee te hebben gemaakt. En nu hebben we weekend!